Frank Visser! De videoserie waar ik niks uithaal. Alleen maar liefde van jullie. Aww. Dit is de serie waar we zien hoe volwassenen zich gedragen als kleine babykinderen. Kleine babybabies. De zaak van vandaag is weer een zaak die ik doorgestuurd heb gekregen. En het is ook nog eens een zaak waar ik al een tijdje naar zoek. Deze zaak zie ik letterlijk TikToks van, maar ik kon hem niet vinden. En in deze zaak heeft de hele buurt ruzie. I guess? Vergeet deze video niet te liken en aan mij te vertellen dat je van me houdt. En laten we dan even kijken naar de aflevering van vandaag. Ik ben inderdaad naar de kapper geweest. Laat mij weten wat je beter vindt. Dit. Of dit. De eisers in deze aflevering zijn Fred en Nel. En zij claimen gepest te worden door 3 dames uit de hele buurt. En dat zijn tevens ook de verweerders. Buurvrouw Marianne en haar man Turan samen met Annie en Sandra. Dat zijn wel wat. Dus wat is er nou gebeurd en hoe is deze ruzie nou ontstaan? Om een domme reden inderdaad. Alles ging goed in deze buurt, totdat op een dag er een vreselijke storm was. Turan, de man van Marianne, dacht, hey, ik moet die schutting van ons maar even goed verstevigen. Maar hij deed dat zeg maar echt heel lelijk. Hij deed dat echt heel lelijk. En zelfs slordig. Er staken gewoon spijkers uit aan Freds kant. Zelfs door zijn buitenposter die hij gekocht heeft met zijn moeder die nu overleden is. Ze hadden dit fiasco voorgelegd bij de buurvereniging. Marianne heeft sorry gezegd, maar daar kon het natuurlijk niet bij blijven. Ze haten elkaar nu en ze maken nu constant ruzie met elkaar. Omdat het kleine baby's zijn. Het gaat er echt heftig aan toe. Laten we kijken hoe deze ruzie volledig uit de hand loopt. Willen jullie iets schattigs zien trouwens? Heb je dit tegenaan gezet zonder te vragen? Jezus! Ik dat zag, had er sprong traan in mijn oog. Toen was ik in staat om een stuk ijs te pakken en erheen te hebben. Maar ja, ik ben te christelijk, sorry. Ik vind het. Nou, goddamn! Het is insane hoe mensen casual zeggen op tv. Ik wilde eigenlijk heen gaan met een stuk ijzer en hem helemaal doodslaan, maar ik ben christelijk dus. En er is iets met een schutting. Nou, dat zal hier ergens zijn. Er is altijd iets met de schutting, Victor. Frank Visser heeft bewezen, schuttingen leveren alleen maar problemen op. We moeten leven in een wereld zonder schuttingen. Het gaat gewoon niet goed. En is Nel er ook? Nel, ben jij er ook? Ja. Hij moest het even checken. Nel, ben je er? Ik heb er al 5 maanden niet gezien, dus ik weet niet. Staken zulke schroeven eruit. Hier, oh. Die poster hing op de schutting. Dat is gevaarlijk zelfs. Ja, dat kan gewoon niet. En waarom is deze poster zo belangrijk dan, Fred? Omdat... Ja, dan... Nou red ik niet meer. Wat gebeurt er nou? Ja, maar dat is Fred. Kijk, je kunt er natuurlijk om lachen en zitten zo van, yo, what the fuck? Het is maar een poster! En de schade is zo minimaal dat ik wist, er zijn schroeven doorheen gestoken. Maar je ziet het niet echt. Als je een man ziet huilen erom, een volwassen man ziet huilen om een poster van het tuincentrum, die hij samen gekocht heeft met zijn moeder die niet meer leeft. Het betekent overduidelijk heel veel voor hem. Die ik samen met mijn overleden moeder gekocht heb. Dan kun je toch geen poster kopen als ze al overleden is? En hij lag toen met spoed naar zijn hart en alles. En ik kom thuis, krijg ik zoiets in de bus. Oké. Ik denk, wat is dat nou? Nou, geen adres erop. Ik krijg helemaal koude rilling. Ja. Ja. Iemand. Holy shit. Een rouwkaart. Een rouwkaart met best wel cryptisch adres. Geen handschrift. En een lege kaart. Een lege rouwkaart. Dat is een bedreiging. Verschrikkelijk luguber. Dat is een bedreiging. Wie stuurt er nou zo'n envelop met tekentjes van uitgeknipt? Ja, lachen, weet je. Als ze voorbij lopen. Dat zeggen ze dan. Jij wil de buurvrouw neuken, hè? What the fuck? De heer is mijn getuige. De heer is mijn getuige. Kun je het ook even vragen aan de heer? Yo, hallo, heer. Deze man zegt dat de buurvrouw zegt, je wil de buurvrouw neuken. Is dat zo? Ja. Oké, thanks. Dus meester Visser komt hier straks naartoe. Die gaat de waarom zaak heel grondig onderzoeken. Waarom zo'n magic deuntje? Wat is jullie eis voor meester Visser? Nou, dat wij dat dus. Frank Visser is zo'n mythical being, weet je wel. Frank Visser komt eraan hoor, hij komt je helpen. Bling, er is hij. Ik word er toch altijd een beetje stil van als mensen op deze leeftijd nog zo'n ruzie maken. Moet je nagaan, inderdaad, Victor. Mensen op zo'n leeftijd kunnen nog zulke heftige ruzie maken. For no reason! In dit huis is het warm, gezellig, lachen we.
Hebben we woorden, maken we het goed en houden we van elkaar. Wat hebben mensen die buiten staan daaraan? Wat wil je dat mensen langs je huis lopen en gaan van, oh wow, dat is wel echt nice. Is dat een flexen van, hey, in dit huis lachen we met elkaar. Nooit gesnapt. Deze plank stond er al, maar hier die gaten had hij allemaal de planken zo de dwars eroverheen. Met goed schroefwerk en spijkers en toestanden. Op z'n Turks, zal ik het maar zeggen. Zegt zelf ook, ja, hij heeft het proberen te fixen. Het was alleen fucking lelijk. Wat als iemand struikelt of en tegen die schutting aanvalt, tegen al die uitstekende spijkers aan? Hoe helpt dat trouwens om de schutting steviger te maken als je like, gewoon meer planken erop doet? Hoe maakt dat? Ik heb geen verstand van schutting. Als je like, een schutting hebt en denkt, ik wil hem steviger want hij wiebelt, dan moet hij toch juist steviger in de grond? Ja, hij doet alles in je handhaving. Het is nooit rechtstreeks. En als het rechtstreeks is, is het... Hey, dikkerd! Zou je... What the fuck? Ik ben iets minder hetero dan de rest van de wereld. Ze is iets minder hetero dan de rest van de wereld. Dus we leven in een wereld waar iedereen hetero is, maar zij is alleen ietsjes minder. Als ik met een van hun twee omga, van, dan gaan jullie lekker... Zo. De gaan jullie lekker... Rampetampen. Ja, die is toch ziek. I guess dat het de leeftijd is, dat ze echt zit van holy shit. Dat is echt erg dat ze dat over mij zeggen. Als mensen tegen mij zeggen, yo, jij bent gay met Ronald, dat doe ik zo vaak. Ga tong zoenen met Ronald. Zeg ik lekker. De buren zeggen dat jij juist degene bent die de buurt terroriseert. Nee. Hij scheldt ons uit voor dikke. Nee, heb ik niet gezegd. Ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel, maar ik heb het nooit gezegd. Hij scheldt... Gast, waarom voeg je dat dan toe? Hé, ik denk het. Ik denk dat ze een fucking dikzak is. Dat denk ik. Dat zeg ik natuurlijk niet. Ze kan de aflevering terugkijken, hè. Dus als je het echt niet zei, en het is van dat denk ik, dan is dat alsnog publiekelijk bekend dat jij dat vindt. Dus ik weet niet wat dat toevoegt. Ik wist niet dat ze biseksueel was. Het gaat me niet om. Want als ze nou een leuke vrouw is, dan is ze in de... Had ik in de midden gelegen, dan had ze mee kunnen doen. Ja, zo niet erop. Nee, maar goed. Wow, Fred. De vrouw zit ook zo van, what the fuck zeg jij nou? Yo, maar mij niet uit dat ze biseksueel is, anders hadden we nu een trio gehad natuurlijk. Want dat is hoe biseksualiteit werkt. Dan heb je trio's, all the time. De buurman is wel echt bang voor Turan. Ach, goed. Hij zegt... Dat is waarschijnlijk het idee wat hij van buitenlanders heeft. Het zit in zijn eigen hoofd. Hij heeft waarschijnlijk de verkeerde boekjes gelezen. Vrees. Ik ben bang dat als hij door blijft gaan met dit soort dingen... dat mijn man op een gegeven moment zegt, nou is het klaar. En aangezien ik weet hoe Turken zijn... dan is het ook echt klaar. Ze spreekt haar zelf erg tegen. Wanneer Victor vraagt van, hey, hij is bang dat jouw man iets doet... dan zegt ze... nee, fucking racist... Omdat hij een buitenlander is, betekent niet dat hij iets gaat doen of zo. Maar dan at the same time gaat ze ook van... Hey, trouwens, als het zo doorgaat, is mijn man in staat om hem te doden trouwens. Omdat hij Turks is. Wat? De buurman en de buurvrouw hebben als eis dat de schade aan de schutting vergoed wordt. En aan de poster van de klaprozen. En dat er rust komt. Hebben jullie ook een eis? Ja, dat wij met rust gelaten worden. Dat wij niet iedere keer handhaving, bemiddeling... Uitgescholden. Maar dit snap ik dus niet, hè. Hun hebben beide basically als eis, ik wil met rust gelaten worden. Heb je daar nou echt Frank Visser voor nodig? Of kun je ook gewoon gaan van, hey, laat me met rust. Okay, cool. Dit is denk ik oprecht like, de grootste standoff ooit. Kijk dan. Beste buurtje. Dan staan ze daar hoor, met z'n allen. Hey, groeten hoeven mij niet. Ik groet al heel lang niet meer. Is voor mij. Als je denkt dat ik hoi ga zeggen tegen hun, no way. Ik heb haar geen eens nodig om die schoenen, want ik ken haar wel zelf. Dus, nee, maar ik word er lang naar. Oh god, en hij gaat hier echt wild. Dat hij nu een hart heeft gekregen. Wow! Geweldig. Annelies, dit soort dingen wil ik niet dat je zegt. Ik blijf het geweldig vinden hoe Victor echt klinkt als een vader van hey. Ik wil niet dat je dit zegt, oké? Okay? Laat ik even timmen. Wat is ze? Hey. Ik heb eentje van mijn vrouw heb ik een maaimachine gekregen. Ik had geen aardig van haar dan. Maar ze is ook aardig. Als ze niet gesopen hebt, dan is ze aardig. Rustig. Als ze niet gedronken hebt, dan is ze aardig. Ja, maar ze is ook aardig, oké? Okay? Ik vind haar heel aardig. Oh my god. Rustig. Hey. Wees het, daar ben je dronken. Fred, dat doet er niet toe. Leugens. Kijk naar die kop van je. Ik denk dat Victor beter gecast kon worden voor Jurassic World. Dus Victor is gewoon altijd van... Jongens... Hoe kan ik nou in godsnaam mensen discrimineren? Ik ben zelf een buitenlander. Ik denk niet dat dat is hoe het werkt, though. Ik word kwaad. Ja, maar Fred, kom, anders stuur ik je naar binnen. Anders moet je in een time-out hoekje staan en dan krijg je naar bed zonder avondeten, Fred. Oh god, hier komt een weepsie zitten, hè, Frank Visser. Hij heeft er zo geen zin in.
ook thuis zit ze van, oh fuck, daar gaan we weer hoor. Ja, moet je hem ook zien? Oh, wat hebben we nou weer mee te maken? Het eerste wat ik ga doen, en ik zie daar al de meneer van het kadaster. U gaat mij helpen om even de grenzen... Nu komt dus het kadaster erbij en ik snap niet helemaal why, zeg maar. Want het probleem dat Fred heeft is dat gewoon de schutting die er staat was vernield. Zijn schutting was vernield. Het was zijn schutting. En dan gaan ze nu meten, zeg maar, waar stond die schutting misschien op haar grond? Maar dat maakt niet uit. Stel je voor, like, ik neem mijn Gameboy mee naar Wolter en Wolter maakt hem stuk, want dat is echt iets wat Wolter zou doen. Dan is mijn Gameboy kapot gegaan op Wolters grond, maar dan is hij nog steeds kapot. Dus dat maakt het uit. Tuurlijk pak ik weer zo'n voorbeeld, fucking nerd die ik ben. Holy shit. Misschien heel even filmpje zeggen, maar sinds Annelies hier in de straat is komen wonen, is de straat echt achteruit gegaan. Oh, good. Even hoor. Hallo, wie is daar? Oh. En nu moet je er weer uit? Is dit, gaan we dit nou doen? Oh. Ik zoek even mijn vergrootglas. Waar moet ik kijken? Hier. Ja. Ik hou van die man. Frank Visser is een man die heeft gewoon altijd een vergrootglas in zijn broekzak. Of hij die gebruikt als hij naar de wc moet, ik heb geen idee. Dat zou ik hem ook nodig hebben. Maar die man heeft gewoon altijd een vergrootglas op zak. Like, dat is awesome. Kan je die gewoon niet gewoon een nieuwe kopen dan? Als je zegt van nou, ik koop een nieuwe, Want hoeveel kost dat dan, zo'n ding? Ik heb 45 euro voor me. Fred, wat de fuck is jouw probleem? Eerst ga je van, yo, deze puis, mijn moeder die dood is, heeft hem gekocht. Ah. En nu ga je van, yo, als je een nieuw koopt, hey, dan gooi ik deze zo even de kliko in hoor. Dat maakt mij niet uit. Oké. Okay. Als het niet goed komt en ik word benadeeld, ga ik verhuizen. Ik ken de geestelijk niet meer tegen. Ja, maar dat is dan toch gewoon de oplossing? Verhuis! Waarom staan hun altijd als een of ander like, Avenger team of zo? Ik weet niet, is het langer of korter? Nee. Ik heb een zin achter. Ja. Later, hij zegt mee, dit is veel langer dan je kan maken af. That's it. Wat? Ik zie dat jij meneer Van der Werf zijn schutting staat te slopen. Dat zie ik terwijl die man in het ziekenhuis ligt. Maar ik heb mijn man tegen moeten houden. Daar gaat het toch niet over? Yo, ik heb mijn man moeten tegenhouden, want hij heeft in elkaar geslagen. Iedereen in de buurt staat aan Freds kant. De drie dames worden gezien als de pestkoppen van de buurt. Deze drie oude dames die altijd in zo'n powergroep formatie staan. Ik ben voor een racist uitgemaakt. Vanochtend werd ik nog voor het oog van de straat voor alcoholist uitgemaakt. Mm-hmm. En ik ben niet helemaal hetero. Daar loopt hij dus ook opmerkingen over te maken als ik met... Waarom zegt ze dat zo? Waarom zegt ze dat zo weird? Niet helemaal hetero. Gewoon biseksueel. Maakt u opmerkingen over mevrouw seksuele geaardheid? Ik wist het niet sinds gisteren. Ik weet... Ach. Huh? En wat maakt het uit of zij nou lesbisch is? Ik ben ook lesbisch. Ik hou van... Je ziet zijn zoon. Dat is zijn zoon die naast hem zit, hè? Ik hou van vrouwen. En niet van alleen van vrouwen. Zij zegt ook. Dat is niet hoe het werkt. Maar ook lesbisch. Zie maar, er wordt ook gespuugd naar mijn moeder toe. Nee, ik doe niet. Ik weet niet. Wat zij gezegd hebt tegen mijn vrouw. Kutwijf. Kutwijf. En hard. Als ik het had gehoord, de baard geweest. Ik weet niet wat ik gedaan had. Nee, dit is... Ik heb niks te verliezen. Nee. Maar ik accepteer niet dat niemand... Je moeder uitscheldt. Zo behandeld. Op tv ben je, hè? Ik heb niks te verliezen. Ik ben tot alles toe in staat. Ik heb de wapens. Ik heb alles om haar van het leven te beroven. Dus dat je dat weet. Wie hem ook gestuurd heeft, dit is natuurlijk enorm ziek, hè? Ja. Dat is oprecht ziek. Iemand is opgenomen voor een zware hartoperatie. Ja. En dan dit door de bus gooien. Gestuurd naar jullie. Ja, die kwam in de brieven. Wacht even, dat is gestuurd naar jullie? Ha. Frank Visser zei net, wil je de kaart geven die gestuurd is naar jullie? Maar ik heb nog even die bevestiging. Is dat gestuurd naar jullie? Huh. Iemand gaat nu zeggen, oh ja, dat was ik trouwens. Dit moet worden voorkomen. Ja. En daarvoor heb ik eigenlijk maar één middel. En dat is een heel stringent contactverbod. Daarom wordt alle partijen... Zo easy is het. Dus contactverbod zie je al aankomen. De uitspraak is niet zo heel boeiend. Het is gewoon, hey, jullie mogen niet meer met elkaar praten. We hebben allemaal wel één ding gekregen waar je om vroeg. En dat is. Kijk hoe sad Fred eruit ziet jullie trouwens. Jullie hebben allemaal het gereedschap nu in handen middels dat contactverbod. Ja. En ik hoop ontzettend dat jullie je daar allemaal aan gaan houden. Zouden jullie dat naar mij willen beantwoorden met een ja of een nee? Hoor je het nou? Ja. Oh. Kijk, ja.
Ja. Victor, dat tel je toch niet mee? Zij stelt nog een andere vraag. Zij gaat nog van, heb je het gehoord? Ja! Oh man, nu kan hij zeggen dat hij geen ja heeft gezegd. En ik weet niet waar ik hem op pauze heb gezet, maar holy shit. Ik wens jullie het allerbeste in de gezellige Bloemstraat. En... Nou, ik weet niet of ik het allemaal gezellig zou noemen in die buurt als ik het zo moet horen. Maar dit was in ieder geval weer een wilde zaak. Het was voornamelijk schelden en tieren naar elkaar. Kom op, waar hou je je mee bezig? Weet jij nou nog een leuke zaak waar jij vindt dat ik naar moet kijken? Laat het me weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei! Aww.